klapt er echt een grote snoep. Die klapt zo, bam, zo op die voor. En ik stond met zulke handen en ik zeg tegen mijn vader, die wil ik ook een keer vangen. Dus ik vis met een twitchbait en ik gooi in, ik geef twee tikken. Ik voel iets raars, ik denk, ja, ik sla maar aan. En ja, je raadt het al, een baars van 50. En het maakt gewoon mijn hoofd leeg. Ik heb wel eens gezegd van, ja, ik ga er tijdens vis wel over nadenken en dan kom ik vanavond erbij terug. Maar dan kom je toch kom je thuis en dan denk je na van, oh, ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Mij helaas niet gelukt. Ik heb er eentje achteraan gehad in de figure 8, maar die verpest ik, want ik wist helemaal niet wat ik moest doen. En op een gegeven moment blijf ik met mijn voet hangen achter een windel of een andere klimplant. En ik klap zo voorover met de camera in mijn handen. Boom, zo op de stenen. Ik stond daar zo, ik vond het alleen maar eng. En ik dacht, straks moet ik er een vasthouden. 700 tanden en een kieuwgreep en alles. Goeiedag, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Predator Praten Podcast. De podcast waar we lekker ouwe hoeren over alles wat te maken heeft met roofvissen. Mijn naam is Harold Koetsier en ik ben de host van deze podcast. Vandaag hebben we de gast Lau Boom. Hoi! Lau, ja, leuk dat je hier naartoe bent willen komen. Zou je je kunnen voorstellen aan de mensen die je niet kennen? Zeker! Mijn naam is Lau, ik ben 22 jaar oud op dit moment en al 17 jaar ontzettend fanatiek visser. Mooi, en hoe heb je een herinnering, een eerste herinnering aan de hengelsport, hoe je erin gerold bent? Zeker, ik was 5 of 6 en samen met mijn familie op vakantie in Frankrijk. Nou ja, elke camping in Frankrijk die heeft wel een vijvertje met karpers en dat soort dingen erin. En daar liepen we elke dag langs, dus op een gegeven moment. Ik zei, papa, we moeten vissen, ik wil ook vissen. Al die mensen die je daar natuurlijk ziet, die zie je karpers vangen en allerlei andere vissen. Dus ik had zoiets, dat wil ik ook. Nou, wij naar de lokale decathlon gereden en hengels gekocht. 3 dagen gevist, niks gevangen. Dan zou je toch zeggen voor een jochie van vijf, dan ben je er wel helemaal klaar mee. Dan na 3 dagen, dan is je interesse weg. Maar bij mij was dat niet zo. Toen we terug in Nederland waren, papa, we gaan vissen. Ik wil weer vissen, ik wil een vis vangen. En toen uiteindelijk op de lage vaart, mijn eerste baars, mijn eerste voren, mijn eerste brasem gevangen. En vanaf dat moment eigenlijk, samen met mijn vader, knettergek van vissen. En dat was, het begin was met vaste hengel? Ja, ja. En je hebt, dus eigenlijk heb jij je vader weer aangestoken met het visvirus in plaats van, van andersom? Ja, hij viste vroeger wel. Hij viste wel ver voordat ik geboren was. In de tijd dat het nog mocht met levend aas en zo. Dat heeft hij wel gedaan. Maar hij had het eigenlijk alweer heel lang niet gedaan. Totdat ik dan weer tegen hem zei van kom, we gaan vissen. En toen hebben we eigenlijk tegen elkaar op steeds elkaar enthousiaster gemaakt. En zo er samen ook in gegroeid, zeg maar. En hoe ben je de stap van het vissen op, op voorntjes, brasems, de stap naar het roofvissen? Heb je ook nog andere vissoorten uitgeprobeerd in de tussentijd? Niet in de tussentijd, maar op een gegeven moment ga je van vaste stok naar feederhengel. Nou, dan kun je net wat verder vissen, dan kun je gericht op die grote brasems vissen. Dat was toen ook heel mooi. Maar ik weet ook nog heel goed dat op een gegeven moment draaide ik een voren binnen. En vlak voor de kant klapt er echt een grote snoep, die klapt zo. Bam, zo op die voren en ik stond met zulke handen en ik zeg tegen mijn vader, die wil ik ook een keer vangen. Dus toen hebben we de dag daarna een spinhengel gekocht bij de lokale hengelsportzaak en zijn we op snoek gaan vissen. En sindsdien hebben we dat snoekvissen niet meer losgelaten. Nee, dat was echt een verslaving. Ja, dat is sinds dat moment, sinds die snoek die voren zo voor mijn neus wegrijdde, is dat echt een herinnering die ik zie het nog steeds gebeuren. En ja, sindsdien ben ik gewoon helemaal gek op het snoekvissen. Ja. Ja, mooi. Ik zie meestal wel dat het echt op die manier gaat. Even kijken, je persoonlijke, je PR zeg maar van baars, snoekbaars. Baars is 50, snoekbaars 93 en snoek 1,18. En 1,18 is niet zo lang geleden heb ik zien langskomen. Nee, dat was vlak voor Sinterklaas. In het donker, pelagisch. Samen met mijn maatje Mick van Fishlures. Dat zijn mooie Sinterklaas cadeautjes. Fantastisch. Dat was, ik geloof, de maandag voor Sinterklaas. Dus dat was echt super gaaf. En de PR baars, die staat al lang? Of? Ja, ik denk toch al wel 2 jaar ondertussen. Er is een video van en in die video leen ik de hengel van mijn maatje waarmee ik op dat moment was. Die viste met fluorocarbon op een rail. En dat had ik nog nooit geprobeerd. Dus ik vraag aan hem van, joh, mag ik even een worpje doen met je hengel om dat te voelen? Hij zegt, ja, natuurlijk. En notabene op een water waar we allebei nog nooit een baars groter dan 43 hadden gevangen. En ik viste met een twitchbait en ik gooi in, ik geef 2 tikken. Ik voel iets raars, dus ik denk, ja, ik sla maar aan.
En ja, je raadt het al, een baars van 50. En je zei die vis met fluorocarbon als hoofdlijn? Ja, als hoofdlijn. Okay. Ja, dat had ik nog nooit mee gevist. Maar zo doen al die vissers in Amerika dat ook. Dus hij dacht, dat ga ik ook een keer proberen. Ja, en dat was eenmalig of heb je inmiddels ook Nee, ik sowieso niet. Ik vind het helemaal niks. Ik wil gewoon lekker voelen wat ik doe. En hij heeft volgens mij al dus ook weer gevlogen. Ja, er zit veel meer rek in natuurlijk. Klopt. Ja. Ja, en in je schoolcarrière ook maar zo te noemen. Je bent met mbo ben je naar school gegaan. Ja. Even kijken naar de sportvisserij en waterbeheer. Ja. Dat was al met het doel om iets in de hengelsport te gaan doen. Ja, zeker. Ik was vanaf dat moment dat ik voor het eerst een vis had gevangen, wist ik van dit vind ik geweldig en dit is echt mijn passie. Hier wil ik iets mee doen. Maar het was wel heel lastig om voor mezelf nou duidelijk te krijgen van wat wil ik nou precies in die hengelsport. Maar met die opleiding was het, ja, dat leek fantastisch. De Sportvisacademie was de bijnaam van die opleiding, dus daar moest ik heen. Dat was fantastisch. Ja, en je bent nu ook werkzaam in de hengelsport? Ja, ja. Ja, ik werk op dit moment in de grootste vliegviswinkel van Nederland, Fly Supply. Maar er zijn ook heel wat jongens uit mijn klas die werken bijvoorbeeld voor een waterschap of voor groenbeheer, hengelsportverenigingen. Allemaal dat soort dingen. Dus we leerden niet alleen maar over vissen, maar we leerden ook over natuurbeheer, waterbeheer, dat soort takken van ervan. Dus niet alleen maar sportvisserij, helaas. Nee, het is een hele brede opleiding. Ja, ook viskweek kwam er in aan bod. Ook superleuk. We hebben ook zelf meervallen gekweekt en dat soort dingen. Dus dat was ook superleuk. Ja, 3 jaar gewoon veel lol gehad. Superleuke opleiding. Ik kan me voorstellen dat je in je visserij, dat die opleiding ook nog wel van pas komt. Toch met bepaalde dingen over de vis die je leert en bepaalde inzichten. Je een betere visser maken. Absoluut. Absoluut. Ik heb heel veel daar geleerd over de biologie van vissen. En zelf ook heel veel visstand onderzoeken gedaan met die opleiding. Dus daar leer je weer van. En daar ben ik onder andere begonnen met snoekbaars vissen. Ik viste altijd op snoek, maar nooit op snoekbaars. En ik had een aantal klasgenootjes die wel veel fanatiek op snoekbaars visten. Dus ik ben met hun mee gaan snoekbaars vissen. Dus daar heb ik dan weer snoekbaars vissen van geleerd. Dus ik heb ook heel veel van mijn klasgenootjes geleerd wat betreft mijn eigen visserij. Je pakt natuurlijk ook een mooi netwerk op als het ware. Met, sowieso. Ja, neem aan dat iedereen in de klas ook sportvisser is. Ja, er zat er één in de klas niet. Dat was een duiker, was dat. Die dook altijd. Ja. Maar de rest was allemaal fanatiek visser. Ja. Zeker. En zelfs de duikers kunnen je denk ik wel interessante dingen. Oh, juist. Juist die hadden interessante verhalen. Ja. Zeker. Nu zag ik dat je vanmiddag de eerste snoeken van 2024 al kaas had genomen. Ja, het is nu 3 januari en de eerste zijn binnen. Gelukkig, ik heb de hele middag in de regen gestaan, maar gelukkig niet van iets. Nou, dat scheelt. Kun jij door het hele jaar gezien zeg maar, genoeg vistijd vrijmaken, vind je? Ja, zeker. Ik werk 4 dagen, dus ik heb daarnaast 3 dagen in de week waar ik in kan vissen. Dus dat is voor mij valt dat prima. Nou, dat is ideaal. Nu hebben we in jouw filmpjes, ik heb een beetje teruggekeken in jouw filmpjes, voor zover ik ze nog niet gezien had, kunnen zien, je bent een hele allround visser. Je vist eigenlijk vrijwel alles wat zwemt en wat rooft. Ja. Maar je vist ook op allerlei manieren. Je vist vanuit de boot, vanaf de kant, badend, finesse, lomp, alles zeg maar. Ja. Hoe ziet jouw seizoen er een beetje uit als we zeg maar beginnen vanaf het voorjaar gezien? Nou, in het voorjaar ga ik eigenlijk altijd voor snoek, want het voorjaar is dé tijd om werpend grote snoeken te vangen. Dus in het voorjaar ga ik vaak voor snoek, werpend met jerkbaits, want dat vind ik fantastisch. Dat vind ik misschien wel de leukste visserij die er is. Daar bestaat mijn voorjaar eigenlijk uit. En dan in de gesloten tijd, meestal de afgelopen 7 jaar ieder jaar een tripje naar Zweden. Want 2 maanden niet roofvissen, dat hou ik niet vol, dat gaat niet goed. Dus dan altijd nog wel een snoektripje naar Zweden. Dan vaak met de seizoensopening vis ik meestal met mijn beste maatjes. En dan op de rivier met zijn boot. En dan zijn we meestal met z'n 2 of met z'n 3. En dan gaan we gewoon vissen op wat hij wil bijten. Dan hebben we 2 maanden niet geroofd in Nederland. Dus dan gaan we gewoon met chatjes jiggen. Dan gaan we met krenkbeetjes gooien. Met spinnerbeetjes, chattenbeetjes tussen de planten. Werpen het op snoek. Dan doen we gewoon alles wat we willen. We willen gewoon beet krijgen na 2 maanden. En dan vis ik vaak nog in juni, juli door op snoek totdat het water die 20 graden bereikt. Zodra het boven die 20 graden is, laat ik de snoek met rust.
En dan richt ik me vooral op roofblij en baars. Vooral op roofblij met topwaters, want dat vind ik echt een super mooie visserij. En daar vis ik dan tot augustus, september. Afgelopen jaar was het oktober, omdat het zo lang de zomer doortrok. Maar ik vis dan door op roofblij en baars. En soms ook snoekbaars. Tot de watertemperatuur weer gaat dalen. En dan eigenlijk weer volgas op snoek. En heb je nog een bepaalde voorkeur dat je zegt van dat vind ik de mooiste visserij of dat vind ik het mooiste seizoen of een combinatie? Of... Seizoen vind ik altijd heel lastig, want ik kijk in het voorjaar altijd uit naar de herfst. En in de herfst kijk ik altijd uit naar het voorjaar. Okay, herkenbaar. Dus een seizoen vind ik heel lastig, maar ik vind het voorjaar vind ik wel ontzettend leuk. Omdat je dan werpend heel goed vis kan vangen. In de herfst hangt een beetje af van de tijd, maar in de herfst kun je over het algemeen ook nog wel goed vis vangen. Maar hetgene wat ik het allermooiste vind, dat is toch het werpend vis op snoek. Dat vind ik gewoon het allerleukst. Ja. En dan, je hebt op YouTube heb ik gezien, op je YouTube wat je hiervoor had, kanaal gratis.nl. Verschillende filmpjes staan waar je ook je aanpak in de seizoenen, dus in de herfst. Ja. Dus dat is ook nog wel interessant voor de kijkers om terug te kijken, mocht ze er meer over willen weten. Zeker. Je had het toen straks al even in de seizoenen erover, over de tripjes, onder andere Zweden. Ja. Je gaat dus elke gesloten seizoen met je vader richting Zweden. Ja. En jullie zijn de enige, zal ik niet willen zeggen, maar ik denk een van de enigen die kant op gaat zonder eigen boot. Ja. Hoe pak je dat aan? Want dat is denk ik wel, maar er zijn denk ik wel meer kijkers of luisteraars die geen boot hebben, maar het wel interessant vinden om een keer die kant op te gaan. En, wij doen altijd via Airbnb of NovaSol of een soortgelijk platform, boeken wij altijd een huisje. En je kan huisjes selecteren met een boot erbij. Of dat dan een roeiboot is of een motorboot, dat staat er niet altijd bij. Maar dat is of dat relevant is voor jou, dat is ook maar weer de vraag. Want er zijn natuurlijk mensen die een eigen motortje mee kunnen nemen. Of er zijn mensen die het prima vinden om een hele week te groeien, of juist niet. Maar vaak kun je voor tussen de 200 en 300 euro een week een huis huren met een boot erbij aan een meer. Dus het is helemaal niet duur. En op die manier kun je dus ook gewoon zonder eigen boot, gewoon een week met een boot vissen in Zweden. En die boot die ligt dan in het meer, ja. Dichtst bij het huisje, maar zo te zeggen. Klopt, je zit wel vast aan één meer. Ja. Wij doen van tevoren altijd nog wel onderzoek naar... Een meer kan er heel mooi uitzien, maar als er weinig vis zit, dan is het niet interessant natuurlijk. Dus we doen van tevoren altijd een beetje onderzoek van welke meren zijn interessant. Je moet ook natuurlijk kijken naar hoe lang je wil rijden, want wij kiezen altijd voor Zuid-Zweden omdat het gewoon in een dagje aan te rijden is. En dan kiezen we gewoon een meer wat er mooi uitziet. Hè. Je kan de app of de website e-fisken is een hele mooie. Daarop kun je qua meer per meer kun je zien wat de visstand is. Staat er bijvoorbeeld snoek veel, snoekbaars medium en baars weinig. Zo in het tabelletje staat het aangegeven. Mensen kunnen daar een vangst in uploaden. Dus je kan vaak zien wanneer, in welk jaargetijde en waar gevangen wordt. En je kan je vergunning daar ook via die website kopen. Dus die app is 100% een aanrader voor mensen die zoiets als ik ook willen doen. Ja, dan kun je dus je voorwerk thuis vanaf de bank. Zeker. Thuis vanaf de bank. Ja. En dat voorwerk, heeft dat geholpen afgelopen jaar qua vangsten in Zweden? Ja, absoluut. Afgelopen voorjaar was het allerbeste voorjaar wat ik en mijn vader hebben gehad. We waren op 6 dagen vissen, hadden we zeker 60 snoeken. Waarvan bijna de helft boven de 85. Een heel goed aantal 90ers. En zelfs een aantal snoekbaarsen tijdens het snoeken op jerkbaitje tussendoor. Dus dat was echt fantastisch. We hadden wel even contact over voordat je ging, maar het weer bij jullie was een stukje beter dan bij ons. Ja, we hadden iets meer geluk. We hadden iets meer geluk. Jullie zaten in de hagel en de regen en volgens mij 4 seizoenen op 1 dag. We hadden wel veel wind. Maar daar bleef het gelukkig bij. Dus dat wij hadden geluk met het weer wat dat betreft. Ja. En je gaat vaker, zeg maar, je gaat eigenlijk elk jaar in het slotseizoen. Ja. Pakken jullie dezelfde regio of kies je dan nog voor verschillende omgevingen, verschillende meren of echt totaal verschillende regio's? Nee, we pakken wel vaak dezelfde regio. Dat heeft één te maken met het feit dat je natuurlijk, je moet er in een dagje heen kunnen rijden. En daarnaast, we weten gewoon dat in die regio goed snoek zit. Het is wel leuk om ieder jaar of iedere 2 jaar een ander meer te pakken, puur om gewoon weer eens iets nieuws te ontdekken. Maar het voordeel daarvan is, als je in dezelfde regio blijft, is dat je ook weet van oké, ik vis nu 2 dagen op dit meer, het is slecht, we vangen hier niks, laten we eens een ander meer proberen, want we weten dat er op de andere meren ook goed vis zit. Laten we dat eens een keer proberen, want om een hele week te spenderen op een meer
waar je de eerste 2 of 3 dagen niks vangt, ja, dan word je ook gek uiteindelijk. En als je dan naar een ander meer gaat, dan kun je uiteraard de boot niet, ja, je kunt hem op het dak van de auto knopen, maar dat wordt denk ik niet gewaardeerd. Nee, dat denk ik ook niet. Dus dan vis je vanaf de kant. Ja, ja, dat is vaak wel een uitdaging in Zweden, maar er zijn gelukkig genoeg meren waar het ook wel goed gaat, waar dan kun je gewoon op Google Maps kun je dan heel mooi inzoomen op die meren. En dan vaak zie je steigertjes of rotsblokken. Waterpakken is ook sowieso een aanrader, want dan kun je gewoon tot aan je borst het water in lopen. Dan zijn er eigenlijk altijd in de buurt wel een aantal meren waar je vanaf de kant ook goed uitkomt. Dat is het voordeel van Zweden. Er is altijd wel een watertje om de hoek af. Ja, sowieso. Doet. En is het geen meer, dan is het vast wel een riviertje. Maar ja, je kan eigenlijk overal in Zweden kun je wel een visje vangen. Ja. En je bent ook afgelopen jaar dus Zweden geweest in het slotseizoen. Maar je bent ook Ierland geweest een aantal dagen. Ja, klopt. Wat kun je daarover vertellen? Nou, daar was het weer wel verschrikkelijk, helaas. We hadden de hele week echt volle wind. En ik was op bezoek bij Predator Guiding, bij Pierre, een vriend van mij. En hij doet sinds dit jaar op die bootverhuur. Naast dat hij zelf gidst, verhuurt hij ook een boot. En die hebben mijn vader en ik mogen uittesten. En helaas hadden we pech met het weer, dus we konden maar een bepaald aantal stekken vissen. Eigenlijk alleen maar ondiepe stekken. En het was voorjaar, dus dan was het ook heel erg afhankelijk van... De ene dag zit de vis allemaal hier en de andere dag zitten ze allemaal daar. Dus dat was ook lastig en wij vielen precies in de pechperiode, maar... We hebben het wel fantastisch gehad. We hebben van de 3 dagen dat we er waren, hebben we 2 dagen kunnen vissen. 1 dag was het in de dag 7, 8, dus toen konden we niet eens vissen. Maar die andere 2 dagen, ja, dat was gewoon fantastisch. We hebben niet veel gevangen. Ik geloof dat we samen 8 of 9 snoeken hebben gevangen. Niet groter dan 75, maar we hebben het ontzettend naar ons zin gehad. Gewoon een keer een andere omgeving, een nieuwe soort visserij, want het is toch weer anders dan in Nederland. En het zijn gewoon prachtige snoeken die je daar kan vangen. En nu was je aangewezen op bepaalde stekken vanwege de wind? Ja. Maar hoe is je aanpak daar, zeg maar? Je bent natuurlijk nieuw. Je hebt natuurlijk met Pierre een aardige leermeester. Gelukkig wel. Maar het is een hele andere visserij. Want ik neem aan dat het water is behoorlijk diep, vrij helder. Ja, vrij helder. En idealiter zouden we diep vissen in die periode. Hun vingen ook vissen boven 10, 15 meter met jerkbait werpend. Maar ja, dat kon gewoon niet die dagen, want je waaide weg boven dat diepe water. Dus we zaten vast aan ondiep vissen tussen de planten. Hetzelfde eigenlijk wat we hier in Nederland ook wel kennen. Dus dat hebben we 3 dagen lang, of 2 dagen lang dan, gewoon vol gas werpen, driften over de plantjes en dan boven de plantjes werpen met jerkbaits. En zo wisten we gelukkig nog een aantal vissen los te peuteren. Ja, dat is altijd wel mooi als je in ieder geval... Wat pakt op zo'n truc? Ja, het was helemaal verschrikkelijk geweest dat een van ons zonder vis naar huis was gegaan. Dat leek het wel eventjes op bij jou. Voor mij leek het daar. Ik heb 1 vis gevangen die hele trip. Mijn vader 7 of 8. En ik 1. Dus nou, zeker die tweede dag sloeg de frustratie toe. De eerste dag verspeelde ik 4 of 5 vissen. De tweede dag ging het alleen maar harder waaien. Het was ook steeds moeilijker om contact te houden met je jerkbait. Gelukkig ving ik er nog 1. Dus toen was het voor mij prima. Ik hoef er dan geen 7 of 8 te vangen. Als ik er maar 1 had gevangen, dan was het voor mij een hele ervaring natuurlijk. Het is gewoon fantastisch om daar te zijn. Absoluut. En nu zijn Ierland en Zweden liggen aardig voor de hand qua snoekvissers als je vanuit Nederland komt. Maar Amerika is wel ietsjes verder. Ja, Amerika, dat ben ik ook voor mijn werk geweest. Daar heb ik zelfs een muskie mogen vissen. Mij helaas niet gelukt. Ik heb er eentje achteraan gehad in de figure 8, maar die verpest ik. Want ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Maar mijn collega die ving er 3 en 10 minuten, naast mij notabene. Maar dat was ook een super gave ervaring. Ik heb daar gevist op largemouth, smallmouth, walleye heb ik daar gevangen. Een aantal van die panfish soorten, sunfish, bluegill, dat soort dingen heb ik daar gevangen. Ja, dat was gewoon echt super gaaf. En zelfs snoek heb ik daar ook gevangen trouwens. Ja, zelfs daar. Dat is wel een hele andere ervaring natuurlijk. Dat is heel apart. Kijk, Europa is nog wel komt een beetje overeen. Maar het Amerika is een hele andere wereld, letterlijk. Hoe lang ben je daar geweest? 2 weken. 2 weken, nog wel een aardige periode. Ja, zeker. Dat gelukkig wel, in een week zou zonde zijn om al die visserijen in een week te moeten doen. En nu hadden we gewoon 2 weken tijd rustig. 2 dagen dit. En helaas is het in 2 dagen niet gelukt om een muskie te vangen, maar die komt nog wel een keer. Ja, tijd zat. Tijd zat, jou hoor. Je zei al, je was in Amerika voor je werk. Ja. Want je hebt een aantal jaar filmwerk voor Kanaal Gratis gedaan. Ja. Wat voor producties heb je allemaal gefilmd? Ik heb naast mijn eigen video's op mijn eigen kanaal, dat was waar ik 90% van de tijd mee bezig was, heb ik ook de competities gefilmd. Dus Fly for the Jerk, Sender Pro en Purse Pro.
En laten we beginnen met Fly vs. Jerk. In Zweden, je bent met Team CVC, of in ieder geval laat ik zeggen in Scandinavië geweest. Ja, inderdaad, Noorwegen en Zweden heb ik daar mee gepakt. Ja, met Team CVC inderdaad. Ja. En dan heb je twee edities gefilmd. Ja, klopt. Zo uit mijn hoofd waren ze niet de winnaar die twee seizoenen? Nee, allebei niet. Nee. Maar waren de jaren ervoor, toen ze graag wat op een naam geschreven. Ja, dus ik ben net te laat daar komen werken, anders had ik misschien die 1,27 ook meegemaakt. Ja, en als je natuurlijk een 3 dagen, als ik het even goed zeg, met de jongens op de boot staat, dan kijk je de ogen denk ik wel uit. Ja, je leert... zijn toch wel grote mannen in het viswereldje. Ja, je leert natuurlijk ontzettend veel van die gasten. Die gasten die vissen 10 uur per dag, super geconcentreerd. Dus je ziet precies wat ze aan het doen zijn. Af en toe is het natuurlijk ook wel coachen, want het liefst staan hun de hele dag 10 uur te vissen. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel een show gemaakt worden. Dus af en toe moet je even zeggen van, hé, we moeten nu even dit filmen. Want anders ziet het er niet uit in de productie later. Of we moeten nu dit filmen of dit of dat. Dus af en toe dan staan ze ook wel van, ja, maar ik wil nu vissen. Ik zeg, ja, zo meteen, maar eerst dit filmen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En als je nou terugkijkt op die 2 seizoenen, wat heb je er geleerd, zeg maar, van dat je met de jongens op de boot, wat is iets wat je gezien hebt waar je dacht van, dat neem ik mee in mijn visserij of daar heb ik wat aan? De manier naar hoe hun kijken naar bepaalde soort kunstaars in bepaalde omstandigheden, dat was voor mij nieuw. Ik weet niet of ik het meegenomen heb, maar het is wel, ik keek in ieder geval op een andere manier ernaar. Hun vissen bijvoorbeeld enkel met rood als het water afkoelt. Dus in het voorjaar en in de herfst vissen hun enkel met rood. Kraakhelder water. Nee, ik heb zoiets van rood. Ik hang er nooit rood aan. Rood is een van de weinige kleuren waar ik nooit mee vis. En ja, overtuigd van rood. Rood is, dan moet je met rood vissen, anders vang je gewoon veel minder. En toen ben ik zelf ook met rood gaan vissen en daadwerkelijk veel mee gevangen. Maar ja, dat kan ook puur zijn omdat je dan met rood vist en toch wat... Ja, je vangt natuurlijk met wat jij in je speld hebt hangen. Ja, dat is natuurlijk een cirkeltje, zeg maar. Wat je het meest aanhangt, gaat het meest vis opleveren. Dat is zo. Even kijken, want je hebt ook de Sender Pro gefilmd, ook 2 jaar. Ja. En met welke teams ben je daar op pad geweest? 1 jaar in Spanje met team Bite of Bleak Predator X-Lodge. Met een Zweedse kerel, Pelle Set. Dat was toen de eigenaar van het merk Bite of Bleak. Die had een samenwerking voor Purse Pro of Sender Pro met Predator X-Lodge. Een lodge in Spanje met een gids erbij. En afgelopen jaar heb ik Team Shimano met David van Maanen en Herman Schuurman gefilmd. In Nederland. Ja. Maar in Spanje, dat is wel een hele andere visserij dan het jaar daarna hier in Nederland, zeg maar. Kozen ze eigenlijk puur om alleen maar te vissen in het donker. Je hebt 10 uur vistijd per dag. En Team Shimano, die koos voor maar 8 uur vistijd. Of soms maar 7 of 6,5 uur vistijd. Die wouden puur en alleen in het donker vissen. En in Spanje mag je niet in het donker vissen. Dus dat was sowieso een hele andere dimensie van visserij. En toen ik in Spanje was, hadden ze ook pech met de warme zomer die ze gehad hadden. De waterstanden waren overal ontzettend laag. Dus die vis die zat op hele andere plekken dan ze gewend waren. Dus die hebben ook verschrikkelijk slecht gevangen het jaar dat ik er was. Ze hebben geloof ik een gemiddelde van 2 of 3 snoekbaars per dag. Ja. Dat ging helemaal nergens op. Dat was omgeving filmen. Ja, dat was vooral heel veel technische dingetjes filmen. Ja. En dat was het jaar daarna met Team Shimano wel anders op de kantvisdag. Ja, zeker. Die vingen fantastisch tijdens de kantvisdag. Ja. Ja. Die gingen aardig los. Maar dat zal ook niet al te makkelijk zijn geweest over de stenen. En ik heb iets gelezen dat je nog onderuit bent gegaan. Ik ben wel meer dan 1 keer gevallen. En met 1 keer vallen ook mijn camera kapot gemaakt. Ja. Je loopt er over de gladde stenen. Het water stond hoog. Soms komt er een schip voorbij. Dan worden die stenen weer nat. En is het natuurlijk super glad. En die gasten die willen niet dat je de hele tijd met een lamp daar loopt. Want dat kan eventueel de vis laten schrikken. Maar ja, als de ene op de ene krip staat en de andere staat op de andere krip. En jij zit er tussenin en de ene haakt de vis, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk daarbij zijn. Dus ik heb de nodige sprintjes getrokken. En op een gegeven moment blijf ik met mijn voet hangen achter een windel of een andere klimplant. En ik klap zo voorover met de camera in mijn handen. Boom, zo op de stenen. Dus dat was minder mooi. Ja, zelf lichamelijk niks aan over. Nee, een paar blauwe plekken en een schram op mijn knie geloof ik. Maar als dat het is dan. Het ligt met een vishengel is het... al lastig langs de rivier. Laat staan in het donker met een camera erbij. Ja. En Purse Pro heb je ook 1 seizoen gefilmd? Ja, afgelopen zomer met Dustin Schöne. Ja. Nu moet ik zeggen,
Het seizoen heb ik nog niet gekeken. Nee, die is er nog niet. Die komt nog. Ik moet zeggen wat ik zeg, want First Pro, ik loop wat achter, maar dan krijg je met twee kleine kinderen. Maar dan gaan we daarop wachten. Ja, die is met zijn nieuwe boot, 300 pk. Nou, we gingen met 110 over de 110, 115 over het water. Dat is knettergek. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat is echt bizar. Wel. Op een gegeven moment kregen we een paar druppels. En nou ja, je weet hoe regendruppels voelen als je boot met 40 of 50 gaat. Maar met 110, 115 voelt het echt als stenen. En niet als kiezeltjes, maar dan voelt het als zulke stenen die op je gezicht terechtkomen. Dat kan ik me voorstellen. Maar ja, het is wel een te gekke ervaring om een keer zo snel gegaan te zijn met de boot over het water. En als je dan het hebt over de vijf competities die je gefilmd hebt, heb je nog... Nou ja, wat is de mooiste anekdote of het mooiste verhaal wat je iets hebt meegemaakt? Of... Nou, de eerste keer Fly vs. Jerk, dat was ook mijn eerste competitie. Dat blijft voor mij de mooiste en dat is puur omdat... sinds dat ik een kleine jongen ben en snoepviste, keek ik op YouTube, keek ik naar Fly vs. Jerk en keek ik naar Pierre en Truman. En mijn eerste competitie mocht ik met hun filmen, dus dan had ik zoiets van... Wow, ik sta straks op de boot met die gasten naar wie ik al 7 jaar kijk. En dat waren voor mij echt de mannen waar ik naar op keek. En nu sta ik gewoon, of stond ik gewoon met hen op de boot. En dat was echt heel bizar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Even kijken. Heb je nog doelen of plannen voor 2024? Want we staan nu aan het begin, zeg maar. Het belangrijkste is voor mij heel veel lol hebben. En ik probeer altijd niet echt doelen te stellen. Want het kan altijd alleen maar tegenvallen als je doelen stelt. Maar ik ben afgelopen jaar begonnen met vliegvissen op snoek. En ik zou wel heel graag een meter snoek willen vangen met de vlieg. Dus dat staat zeker wel hoog op mijn wenslijst. En daar ga ik ook wel mijn best voor doen om dat te laten lukken. En met vliegvissen doe je, wat voor types water kies je daarvoor uit? Voornamelijk de polderwateren waar ik toch al wel vaak op snoek vis. Omdat het daar gewoon... Dat vliegvissen is voor mij helemaal nieuw. Dus dat is ook allemaal weer leren. Dus ik gooi nog met een beetje wind gooi ik geen 20 of 25 meter. Maar gelukkig hoeft het in de polder niet. Als je in de polder 10 meter gooit, gooi je hem naar de overkant van de sloot. Ja. Dus dat is prima. En dan heb je meestal om je heen wat ruimte om... Klopt, geen struiken of nee. Mensen of wat. Dus dat zit je daar ook wel goed, gelukkig. Ja. En de stripstrike moet ik voor mezelf nog heel erg oefenen. Zeker als ik de aanbeet zie, want waar je normaal natuurlijk met de hengel aanslaat, heeft het met de vlieghengel geen zin. Met de vlieghengel moet je met de lijn aanslaan. Maar ik heb nou, vooral wanneer ze vlak voor je voeten pakken, toch alweer een aantal keer gehad dat je dan met de engel aanslaat. En ja, dan sluit toch altijd mis. Ja, dat is een gewenning, hè? Ja, dat is pure gewenning. Maar dat, hoe meer ik dat ga doen, hoe meer ik dat natuurlijk onder de knie krijg. Ja. Nu heb ik je gevraagd om iets mee te nemen wat voor jou een grote waarde heeft op hemelsportgebied. Ja. Wat heb je meegenomen voor de kijkers en luisteraars? Ik heb twee meegenomen. Ik heb de eerste, dat is het kunsthaasje waar ik mijn allereerste snoek op heb gevangen. Ik zou werkelijk niet weten wat het is. Ik denk dat ik hem ooit een keer bij Raaf heb gekocht. Maar het is in ieder geval het plugje waar ik mijn allereerste snoek op heb gevangen. En kun je nog herinneren hoe dat gegaan is? Ja, ja, zeker. Toen ik begon met snoekvissen. Dat was puur omdat ik tijdens het witvissen dus... werd er een voren die ik binnendraaide voor de kant gepakt door een grote snoek. En toen stond ik daar zo en ik zeg tegen mijn vader, die wil ik vangen. Dus wij de volgende dag naar de hengelsportzaak en een spinengel gekocht. En geluk. Misschien haakt mijn vader de eerste snoek. En gelukkig wist hij een beetje wat hij moest doen. Omdat hij toch vroeger wel met levend aas op snoek had gevist. Dus wel eens eerder een snoek heeft vastgehouden. Maar ik stond daar zo. Ik vond het alleen maar eng. En ik dacht, straks moet ik er een vasthouden. 700 tanden en een kieuwgreep en alles. En toen miste ik mijn eerste snoek. Die dook ernaast, voor de kant, dook die naast mijn kunsthaas. En toen durfde ik ook niet opnieuw te gooien. Toen stond ik ook zo van, papa, gooi jij maar, want ik vind het eng. En toen vind ik een snoek die, die was misschien net aan dubbel zo groot als het kunsthaas. Dus die was echt zo. Maar ik denk dat ik heel blij ben dat dat mijn eerste snoek was. Want die kon ik gewoon vasthouden. En die had niet zo'n indrukwekkende grote bek waar al die grote tanden... Dus die durfde ik wel vasthouden, met twee handen zo, net niet fijn geknepen. En toen had ik zoiets van, oké, nou mogen ze wel wat groter worden. Dus ja, sindsdien steeds groter gaan vissen, qua kunsthaas en steeds groter gaan vangen ook. En die eerste snoek, heeft dat lang geduurd voordat je die ving, maar dat je begonnen bent met kunsthaas vissen? Nee, dat was niet de eerste dag. De eerste dag dat ik dan samen met mijn vader was, vingen we er één. En ik denk dat het de tweede of derde dag was.
Dus ja. Ik heb wel geluk met waar ik woon, dat daar in de buurt redelijk veel snoep te vangen is. Dat scheelt. Zeker. Ik weet zelf dat ik er aardig lang over gedaan heb voordat de eerste op de kamp kwam destijds. Je had nog wel meegenomen. Zeker. Ja, dat is deze. Doos zal je misschien wel herkennen. Ik denk dat voor vele serieuze kunstenaars vissers een herkenbare doos is. Ik heb hier ook al een paar zien staan achter mij. Ja, dat klopt. En de exactzelfde als die ik hier in de doos heb. Die staat hier ook. Nou ja, niet helemaal exact hetzelfde, want bij deze staat mijn geboortedatum staat hierop. Deze heb ik 2 jaar geleden of 1 jaar geleden van mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag. En ja, dat is gewoon... Mijn ouders die hebben mij altijd gesupport in alles wat ik deed. Ik heb altijd al gezegd dat ik wilde werken in de sportvisserij. En ondanks dat hun misschien dan zagen van, ja, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je je geld erin verdienen? Hebben ze altijd tegen mij gezegd van, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ik heb er vorig jaar 2 vissen mee gevangen. En nu durf ik er niet meer mee te vissen. Nu zit hij voor altijd veilig in het doosje zonder haken. Ja, want het doosje was bijna leeg geweest. Zag ik langskomen in een van de filmpjes. Ja, het is al een keer bijna misgegaan. Dat was aan het einde van de dag. Ik had er al 2 vissen mee gevangen. En ik denk, nou, nog 1 laatste stekje. En ik gooi hem in een rietpool, een dode rietpool, denk ik. Dus ik denk, nou, dan trek ik hem wel uit. Toen ben ik 5 minuten bezig geweest met trekken. En ik kreeg hem er maar niet uit, dus op een gegeven moment denk ik, nou oké, het is een rietpool, die trek ik wel verrot. Dus ik trek volle kracht en mijn lijn die breekt. En ik zie zo dit stukje kunstaars, wat volgens mij €175 kost of zo, en dan ook nog gepersonaliseerd is. Ik zie zo aan die rietpool zo onder water zinken. Ik denk, dit zal toch niet echt gebeuren. Dus toen heb ik heel snel mijn ouders gebeld. Ik zeg, joh, zijn jullie in de buurt? Als jullie in de buurt zijn, kom dan nu hierheen. En met mijn waadpak, want mijn kunstzaag zit vast en ik ga die echt niet achterlaten. En toen zijn ze super snel gekomen. Toen ben ik in mijn waadpak geklommen en heb ik hem, godzijdank, heb ik hem uit het water gekregen. En ja, sindsdien zit hij zonder dreggen veilig in de doos. En het is niet de bedoeling dat hij er ooit nog uitkomt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Er zullen aardig wat vloeken rond zijn gegaan toen die in de zak verdwijnen. Ja, water, die worden ze niet verhaling vatbaar. Maar misschien dat ik er nog een keer eentje koop voor mezelf, waar ik wel mee ga vissen. Want het is wel fantastisch en ik vind het vissen met handgemaakt kunstgras vind ik super cool. En ik vind dit ook echt een hele mooie, dit is een super mooie actie. Maar deze gaat echt niet meer aan het spel komen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Die heeft toch een bepaalde emotionele waarde. Zeker. Ja. Nu heb ik nog 6 open vragen en 10 stellingen voor je. We gaan beginnen met de open vragen. Yes. Is er iets in je tacklebox of in je rugzak wat als je aan de waterkant komt en je ziet dat je vergeten bent, dat je denkt ik ga naar huis en dan heb ik het niet over kunstaas of je hengel uiteraard, maar iets wat niet per se nodig is om te vissen, maar wel iets waarvan je zegt als ik het vergeten ben, dan pak ik de fiets of de auto terug naar huis. Ik heb er eigenlijk 2. De eerste is de kniptang. Ik heb een aantal keer gedacht van, die kniptang, prima, dat is wel goed, je hebt hem bijna nooit nodig. Dus ik laat hem een keer thuis, ik steek de tang in mijn jas en dan ga ik met 1 kunstaars even lekker vissen. En dan zul je altijd zien die ene keer dat je denkt van ik kan de kniptang wel thuis laten. Dan heb je hem echt nodig. En dus als ik er aan de waterkant achter kom dat ik die niet bij me heb, dan ga ik toch echt naar huis. Want het is mij al te vaak 1 of 2 keer gebeurd dat ik echt stond te martelen. En ik dacht van als ik nu de kniptang had, dan had die vis al lang terug geweest. En de splitteringtang. En dat is puur omdat ik niet met een speld vis, maar met een splittering. En ik heb een paar keer zonder splitteringtang aan de waterkant gestaan, maar dat lukt gewoon niet. Ik heb met sleutels, met alles, met mijn duimnagel, heb ik alles geprobeerd om de splittering open te krijgen. En dat lukt gewoon niet. Nee, dat ken ik. Dat kost je aardig wat nagels. Ja, dat op die manier. Ja, dat doet echt zeer en het duurt gewoon zoveel langer. Dus dan kun je net zo goed even snel naar huis terugrijden en je splitteringtang ophalen. Ja. Maar ondertussen heb ik ervan geleerd, dan ligt het ineens standaard achter in de auto. Dan kan ik het nooit vergeten. Dat scheelt inderdaad. Wat is iets wat je nu beheerst of kan in de hengelsport, wat je eigenlijk 5 jaar eerder had willen kunnen of beheersen? Niet per se in techniek of iets denk ik, maar ik kan nu wel beter accepteren dat ik of niks vang of dat er een grote vis naast de kant dat die losschiet ofzo. 5 jaar geleden stond ik te vloeken, te tieren en te schelden en mijn hengel op het water te meppen als ik een grote vis naast de kant loste. Of als ik de hele avond chagrijnig als ik thuis kwam na een dag vis en niks had gevangen. Maar nu heb ik toch zoiets van... Zo'n grote vis die kukelt eraf. Het is natuurlijk heel vervelend, maar ik krijg nog wel een keer de kans. En als je een dag niks vangt, nou, een dag niks gevangen, maar ik ben wel lekker buiten geweest. En je hebt weer geleerd van, misschien met deze omstandigheden moet je niet op deze stek zijn.
Dus ja, je leert altijd wat. En ik zit nu niet meer de hele avond chagrijnig thuis als ik niks heb gevangen. Dus denk ik ook wel een goede verbetering voor je vismaten. Ja, onder andere mijn vader die is daar wel blij mee dat ik niet meer de hele avond chagrijnig thuis zit als ik niks heb gevangen. Dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Welke aspecten op visgebied of op hengelsportgebied zou je in jezelf nog willen verbeteren? Het roofblij vissen. Ik vis graag op roofblij, vind ik een ontzettend mooie visserij. Maar ik doe het toch te weinig. Het is voor mij redelijk ver rijden. Een paar mooie roofblij stekken. Maar ja, voor een snoek, mooie snoekstek rij ik ook vijf kwartier of anderhalf uur. Dus waarom zou ik dat voor het roofblij vissen niet doen? Nee, inderdaad. Als je met één iemand nog mag vissen, het hoeft niet per se een visser te zijn, maar nog één iemand waar je een dagje mee mag vissen, wie zou je kiezen? Nou, dan zou dat de eerste die dan in mijn gedachten zit, is dan toch Pierre. Ik ben nou een aantal keer bij Pierre geweest, op de boot met Pierre, maar ik heb nooit tegelijk met Pierre gevist en dat is voor mij toch wel iets wat ik nog heel graag een keer zou willen doen. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, daar kun je wel wat van leren. Ja, zeker. Hij heeft me de uitgenodigd voor deze winter in Ierland, dus wie weet wat daar nog van gaat terechtkomen. En dat zou dan ook in de winter op de grote, ja. De grote meren zijn, ja. Zeg maar. Ja. Dat is wel een taaie en andere visserij, denk ik. Ja, zeker. In het voorjaar doet hij vooral werpen. In de winter ook, maar dan wel met de livescope, de vis zoeken en dan aanwerpen. Dus dat is ook anders, maar nog steeds een hele gave visserij. Ja, inderdaad. Nou ja, je zit vol passie, dat kunnen we hier ook wel zien. Maar wat zorgt er nou voor dat jij toch altijd je hengel pakt en weer en wind toch weer naar de waterkant gaat om de snoeken of wat dan ook te vangen? Nou, sowieso vind ik het gewoon fantastisch om buiten te zijn. Ik kijk ook graag naar de vogeltjes. Waar ik woon heb ik dan het geluk dat er vrij veel ijsvogels rondvliegen. Ik zie regelmatig bevers en vorig jaar zelfs otters. Dus ik kan ook gewoon heel erg genieten van de natuur, van een mooie zonsondergang, van een ijsvogel die vlakbij langskomt. Dat soort dingen. En het maakt gewoon mijn hoofd leeg. Ik heb wel eens gezegd van, ja, ik ga er tijdens vis wel over nadenken en dan kom ik vanavond erbij terug. Maar dan kom je toch kom je thuis en dan denk je erna van, oh, ik heb er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. En tijdens vissen denk je gewoon aan niks anders dan aan het vissen. Dus je bent eigenlijk alleen maar met het vissen bezig. Ja, dus het is gewoon die combinatie van lekker in de natuur, lekker ontspannen en daarnaast natuurlijk de gedachte dat er op elke worp een monstersnoek of wat voor vis dan ook op kan klappen. Die geheimen onder water waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat het nou precies is, hoe het werkt, wat er zwemt. Dat je die toch af en toe even boven water kan halen, dat is ook wel heel gaaf. Ja, en welk cijfer zou je 2023 geven als je terugkijkt? Een 7,5 denk ik. Ja. Ik heb niet heel veel metersnoeken gevangen. Ik geloof 4 afgelopen jaar. Nou ja, dat is natuurlijk best wel wat. Maar afgelopen jaar had ik er wel meer. Wel een PR gevangen, dus dat is wel een hele mooie. Maar sowieso relatief weinig op snoek gevist. Want we hadden in het voorjaar ontzettend veel wind en echt slecht weer. En een hele lange zomer. En ook niet echt een grote baars of een grote snoekbaars gevangen. Maar wel ontzettend veel lol gehad. Misschien wel qua lol en hoeveel ik ervan genoten heb, misschien wel het beste jaar. Dus daarom wel een 7,5. Maar vangsten niet per se bijzonder, maar qua hoeveel plezier ik heb gehad, wel bijzonder. Dat is ook belangrijk. Zeker, misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, daarom. Gaan we over op 10 stellingen. Ja, gewoon kiezen op intuïtie waar je voor zou gaan. Snoekbaas of snoekbaas? Snoek. Aantal of één dikke vis? Dat hangt een beetje af van de tijd van het jaar, maar over het algemeen zou ik kiezen voor aantallen. Kamakatsu of BKK? BKK. Ierland of Zweden? Lastig. Ik ga heel graag naar Zweden, maar ik ben pas één keer in Ierland geweest, dus dan kies ik voor Ierland. Vliegvishengel of de baitcaster? Ook weer zo'n lastige, maar dan ga ik toch voor de baitcaster, omdat je met de baitcaster in alle situaties uit de voeten kan nemen. Bijvoorbeeld vliegvissen, dat gaat niet met veel wind. Fluorocarbon of staal? Fluorocarbon. Hardbaits of softbaits? Afhankelijk van de tijd van het jaar. Hardbaits vind ik leuker om te vissen. Maar softbaits zijn meer allround. Dus dan ga ik toch voor softbaits. Schepnet of handlanding? Altijd handlanding. Gewicht of lengte? Afhankelijk van de tijd van het jaar. Maar 90% van de tijd lengte. Spotted bullhead of iedere andere kleur? Spotted bullhead. Altijd? Ja, als het bruin is, dan vang ik het altijd. Ja, dat is altijd goed. Ja, bruin is altijd goed. Ongeacht waterkleur, type water. Ik heb zelfs in heel bruin water met een bruine kleur. Je ziet het bijna niet in het water, maar je vangt gewoon goed met bruin in troebel water. Dus als het aan mij ligt en ik mag nog maar met één kleur vissen, dan zou het bruin zijn. Ja. Dan tot slot sluiten we elke aflevering af met een aanrader. Wat voor aanrader heb jij voor de kijkers? Ik heb er twee. Eentje heb ik meegenomen.
Dat is een streamer. Het is niet puur voor op de vlieghengel, want je kan hem ook bijvoorbeeld met een Cheburashka loodje kun je hem gewoon aan de spinhengel vissen. Maar het is op Dessuurwater bijvoorbeeld is het echt super effectief om met een vlieg te vissen. Ze zien het niet vaak. En zeker wanneer het koud is, kun je hem ook super traag aanbieden. En ja, dat werkt gewoon fantastisch. En het is ook gewoon heel erg leuk, zeker met de vlieghengel. En mijn tweede aanrader, die heb ik niet meegenomen. Maar dat is wel echt, echt leerzaam voor jezelf. Dat is vissen met een GoPro of wat voor action cam dan ook. Omdat je daar gewoon heel erg kan zien wat jij jezelf hebt aangeleerd. De kleine dingetjes die je misschien verkeerd doet. Of de kleine dingetjes die je uit automatisme doet, die je eigenlijk helemaal niet door hebt. Ja, ik heb bijvoorbeeld geleerd van de GoPro dat ik altijd met het aanslaan, ondanks dat mijn slip dicht staat, mijn duim op mijn spoel drukt. Dat is gewoon automatisme. Dus dan zie je mezelf aanslaan. Ik knijp altijd die duim op die spoel. En ja, zo hebben we een ex-collega van mij, een Amerikaan, die zegt ook, ik vang ieder jaar meer muskies, omdat ik elk jaar weer leer van de beelden die ik met de GoPro terugkijk van mezelf. Want ja, hij ziet gewoon, als ik deze vis had ik waarschijnlijk wel gevangen, als ik de figure eight in plaats van links was begonnen, als ik hem naar rechts had getrokken. Of als ik hier niet zo scherp had gestuurd, dan was de vis niet geschrokken. Dus je kan gewoon heel erg leren van jezelf, van je eigen foutjes misschien. En van wat er gewoon nog beter kan, wat je nog kan verbeteren. Ja, je kan gewoon heel erg leren wat je zelf nog kan verbeteren. Ja, dus eigenlijk leer je van jezelf. Zeker, ja. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar, en als bijkomstigheid film je wel eens een hele mooie aanbeet. Dat is voor jezelf heel mooi, maar ze doen het ook nog eens heel goed op social media vaak. Ja, dat is ook nog leuk. Ook leuk, inderdaad. Bedankt voor je komst en je openhartigheid. En mocht je dit nou leuk vinden, abonneer dan op ons YouTube-kanaal. Of volg ons op Instagram.